Goedendag, uh, ik ben gert van Geling en misschien hebt u mij vaker hier gezien of gehoord. Uh, maar ik heb in het verleden ook wel eens om een donatie gevraagd aan u voor Café Welsmets. En dat doe ik nu weer. Um, en dan denkt u misschien, ja, waarom, waarom, waarom is dat nodig? Nou ja, deze producties uh, draaien voor een belangrijk deel ook op uw donaties. Dus als u graag naar Café Welsmets kijkt en dit waardeert, uh, dan zou ik ook u willen vragen om ook af en toe gewoon iets te doneren aan Café Welsmets, zodat we hiermee eigenlijk door. Kunnen blijven gaan en al deze mooie afleveringen voor u op kunnen blijven nemen. Dus alvast veel dak en ik hoop dat u weer geniet van de komende aflevering. Goedendag, welkom weer bij deze nieuwe aflevering van Café Weltsmers. Ik ben Gert-Jan Geling en ik zit hier met Gerben Bakker. En wij hebben samen een boek geschreven over politieke correctheid. En naar aanleiding van dit boek maken wij eigenlijk een vijfdelige serie, gebaseerd op de vijf hoofdstukken in ons boek en voor deze tweede aflevering uh, gaan we het hebben over ons tweede hoofdstuk van ons boek wat gaat over de geschiedenis van politiek correctheid in nederland en daarvoor hebben we Herman Vuijsje, uh, socioloog en ook uh, auteur van een aantal uh, denk ik belangrijke en ook interessante uh, boeken waaronder het boek nou ja, correct uh, dat u hebt geschreven over, over de geschiedenis uh, van politiek correctheid ook in nederland en het boek weer voor zwartkijkers wat meer vooruitkijkt naar de toekomst um, en wij hebben u gevraagd natuurlijk omdat nou ja, u denk ik een hele belangrijke autoriteit bent als we het hebben over de ongeschiedenisontwikkeling van het van, van, van de denken over politieke correctheid uh, in Nederland. Dus dank voor uw, uh, uw, uw aanwezigheid uh, hier. En ik zou eigenlijk gewoon met de deur in huis willen vallen en, en, en u de open vraag willen stellen van ja, hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van, van, van politieke correctheid in Nederland? Wat voor trends ziet u? Hoe is dat ontstaan? Uh, waardoor wordt het beïnvloed, et cetera. Nou, misschien is het wel aardig om even te vertellen hoe ik zelf op dat begrip ooit ben, ja, ben gekomen. Want toen ik begon te schrijven over dit soort onderwerpen, dat was in de jaren 70, mm -hmm. uh, 80, toen werd ik als journalist bij de Haagse Post. Mm -hmm. um, en toen deden ze er eigenlijk een aantal gebieden voor waar ik het idee had, ja, iedereen heeft daar een bepaalde mening over, maar klopt die mening wel? Mm -hmm. En ik, ik, ik verbond die onderwerpen toen nog niet met elkaar. Okay. Uh, en ik werd me ook al pas geleidelijk eigenlijk bewust van, ja, van, de, de, van het feit dat er toch een soort... soort dwang blijkt te bestaan om, het, om bepaalde ideeën over bepaalde onderwerpen te hebben. Mm -hmm. En gek genoeg kan ik op het gebied van etniciteit, racisme, mm -hmm. heel duidelijk één moment aanwijzen waarop ik eigenlijk wat dat betreft omsloeg. Mm -hmm. um, dat was in de jaren zeventig, toen was ik dus bij de Haagse Post, en toen was er in Tilburg een rassarel gaande. In de Vogeltjesbuurt, een wijkje van Tilburg, um, daar waren autochtonen Tilburgs slaags geraakt met Surinaamse bewoners. En de aanleiding was een kinderruzie. Bij de ijsselon hadden zwarte joggies en Tilburgse joggies ruzie gekregen. Ouders waren zich mee gaan bemoeien. Hooivorgie kwam tevoorschijn en honkbakknuppels En ik ging daarheen om het racisme van die autochtone Tilburgers te beschrijven. Zeer verontwaardigd mm -hmm. over of... mm -hmm. um, En toen ik rondliep, toen sprak ik met alle betrokkenen. En onder andere ook met de buurtagent. En die buurtagent die zei. Racisme is hier helemaal niet aan de hand. Uh, als ze ruzie hadden gekregen met studenten in plaats van. Zwarte. Nou, dat zijn niet geroepen lelijke zwartjonkers, maar vuile natnekken. Dat is een Tilburgse woord mm -hmm. voor een intellectueel. Mm -hmm. uh, en ik herinner me toen op een gegeven moment zat ik in een café daar, in, in die uh, vogeltjesbuurt, en dat café werd gedreven door een Turk. En dan zat ik naast zo'n autochtone Tilburger en die zei ook van, nou, racisme, nee hoor. Uh, mijn buurman is zo'n Turkske, en als er met, iets met mijn auto is, dan liggen we samen onder mijn auto. Uh, waarop hij zich wendt tot de eigenaar van die... Van het café en riep noodriep heel oude schapendief. Mm -hmm. dat moment dacht ik, maar wacht even, hier is geen racisme aan de hand. Als je mm -hmm. dit soort geintjes maakt, als je mm -hmm. zo met elkaar omgaat, dan is er iets heel anders aan de hand. Mm -hmm. uh, en het was, dat was een kinderruzie die uit de hand was gelopen. Dat had net zo goed hele andere groeperingen kunnen zijn. Uh, en dat is eigenlijk het begin van mijn gedachte: ja, hier is uh, uh, hier, hier moet ik anders over gaan denken dan gangbaar is in Nederland. En later kwamen er andere onderwerpen bij, namelijk privacy. Uh, en dwang, drang. Het feit dat je een overheid hebt die uh, op bepaalde gebieden mensen uh, kan dwingen om uh -huh. zich zo te gedragen dat andere mensen geen last van ze hebben. In de jaren zeventig waren dat uh, niet algemeen aanvaarde denkbeelden in progressief Nederland. Uh -huh. De overheid was er om, uh, nou, later geen dat te faciliteren. Uh -huh. Het woord was nog niet uitgevonden, maar het was wel dat idee: overheid moet je, is je beste kameraad. En uh -huh. uh, de matte kloppen of dat uh, was voor het simplistisch verbond, maar niet serieus. Nou, die drie dingen eigenlijk die, die, daar heb ik alle drie een boek over geschreven en correct. Uh, in 1997 was eigenlijk een poging tot uh, synthese tussen deze drie gebieden waarop naar mijn gevoel maatschappelijk taboes bestonden. Die zo diep en zo heftig waren dat je van uh, politieke correctheid kan spreken. En waar, waar kwam dat? U zegt wel ja, heel diep en heftig? Uh, waar komt dat vandaan? Is dat iets uit de Nederlandse volksaard of is dat geïmporteerd uit het buitenland? Of hoe verklaart u dat? Ja. Uh, dat is, dat is speculatief. Ik heb daar niet een eenduidige, afdoende verklaring voor. Natuurlijk zijn er ook in andere landen, Amerika is, hè, is natuurlijk een beste voorbeeld, processen geweest van politieke correctheid. Uh, en het zou me niet verbazen als er ook per land enigszins verschillende verklaringen voor zijn. Wat Nederland betreft, uh, denk ik dat een belangrijke verklaring is dat we in strijd met ons moderne zelfbeeld conformistisch zijn. Mm -hmm. Dat we als het gaat om gevoelige kwesties, niet als het gaat om hoe, hoe leid ik mijn leven. Wil ik, hoe, hoe doe ik mijn seksualiteit? Dat zijn allemaal dingen, oké, okay, vrijheid, blijheid. Maar gevoelige dingen uh, zijn we een echt conformistisch land. Uh, wat betekent, wat, of wat het gevolg heeft, dat we als het gaat om die gevoelige kwesties, racisme is het mooiste voorbeeld, uh, uh, met z'n allen een, een, een hele angstvallig, angstvallige cultuur in stand kunnen houden. Ook als die eigenlijk vrij duidelijk niet functioneel is, of zelfs bepaalde groepen treft. Uh, waarbij geen tegenspraak wordt geduld, totdat op een geheimzinnig moment in een donkere nacht, als even iedereen niet kijkt, het hele land zich en blok omdraait. En hmm. als bij toverslag het andere ja. denkbeeld omhelst, waarbij, ja. ja, waarbij we niet terugkeren naar vroeger, maar waarbij een, 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 een overcompensatie wordt gereduceerd, zodat een, langdurige, lang, hè, een lang, lange trend richting uh, anti-racisme en anti-pro-privacy uh, en al die dingen mm -hmm. zich wel herneemt maar in een minder heftig uh, tempo en een minder heftig vorm ik, ik, ik was ook heel erg benieuwd want ik, ik las een interview uh, van nu ook in de groene en uh, dat ging over het boek correct uh, waarin u eigenlijk ook laat, uh, zegt van oké okay, het was eigenlijk wel bijzonder dat dat, dat dat op zo vroeg bij mij begon te dagen dat deze taboes zo sterk waren hoe komt het dat dat u dat juist zag en, en zo vroeg, in zo'n vroeg stadium. Nou ja, misschien een beetje persoonlijk. Uh, het is wel leuk om het... Het is niet leuk om het met iedereen eens te zijn. Nee. Uh, het is leuk om een beetje... Dus hebben, een beetje rebels. In dat opzicht ben ik misschien wel jaren zestiger dan de jaren zestigers. Ja. Uh, als er een, als er een, een door, de, door de progressieve ideologie van de jaren 60 gevoed conformisme bestaat... dan is dat ook een conformisme. Mm -hmm. Dan is het ook wel aardig om daar tegen in te gaan. Ja. Uh, andere mensen die uh, dat ook hebben gedaan, ook vroeg hebben gedaan komen uit hele andere hoeken. Broekestein is een goed voorbeeld. Mm -hmm. heel andere politieke oriëntatie. Yeah. Maar natuurlijk ook redelijk vroeg ook geweest in een, in een nou ja, op zijn manier onverschrokken uh, houding tegen, tegen politieke correctheid. Mm -hmm. yeah. um, ja, misschien spelen psychologische dingen daarbij een rol, ik weet het niet. Um, misschien ook wel, uh, um, ja, nou ja, wat betreft dat hele gebied van etniciteit, uh, mijn vader was Joods, uh, mm -hmm. mijn moeder niet, ik ben dus een, een vader Jood, heet dat. Mm -hmm. dan, dan ben je toch een beetje uh, een outsider, een, een marginale figuur in beide culturen. Mm -hmm. uh, nou ja, vanuit dat standpunt is het ook uh, wat makkelijker misschien om trends te ontwaren. Mm -hmm. En misschien ook uh, wat makkelijker om die trends te beschrijven, in mijn geval, zonder meteen van racisme te worden beschuldigd. Ja, want u lijkt ook heel erg te houden van een cultuur waarin... je... Waarin er niet een soort van een verkramping over etniciteit ontstaat. Hè? Dus dat er ja. wel een soort ruimte is om elkaar nog een beetje te kunnen ridiculiseren of zo. Hè? Net dat voorbeeld eigenlijk, uh, dat voorbeeld illustreert dat ook wel een beetje, ja. vond ik. Ja. Nou ja, alsjeblieft, ja. Uh, etnische grappen kunnen heel afschuwelijk zijn. Ja. Maar kunnen ook heel grappig zijn. En dat is maar net, ja, sommige zijn abject en afschuwelijk. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel grappen die mensen zelf, etnische groepen over zichzelf maken. Ja. Uh, ik ken dat uit de Joodse wereld, er zijn grappen. Uh, nou ja, Ik heb er een in, in Zwartkijkers genoemd, uh, uh, waarin ik beschrijf dat de enorme gevoeligheid die nu bestaat uh, onder sommige uh, zwarte Nederlanders uh, te maken heeft met een soort tijdelijke ja, onzekerheid. Uh, waarbij wordt overgecompenseerd. En ik zeg dan, nou dat lijkt wel een beetje op de situatie van Joden tussen de Wereldoorlogen. Mm -hmm. Die waren toen ook in een, in een marginale, die waren bezig aan het emanciperen, maar nog wel een beetje marginaal. Mm -hmm. Uh, en ik heb dan het voorbeeld van uh, Sam en Moos, ik kan er niks aan doen, die heten dan zo. Uh, Moos stottert heel erg en hij wil omroepen worden bij de varenaar. Dus hij gaat solliciteren. En Sam zegt: haar, Dat is nou wat doen als stotteraar? Nou, zegt Moos: Ik ga toch. Dus ze gaan, in de studio. En Moos gaat naar binnen komt in naar buiten. En Sam zegt: Nou? En dan zegt Moos: uh, Allemaal antisussens met mijn mythe. Ja, hij was niet aangenomen. Maar ja. Nou ja, goed. Nee. Daar dat mogen we grappen. niet meer om lachen, eigenlijk. Nee. Daar mogen we eigenlijk niet meer om lachen. Alsjeblieft wel, dat zijn ja. grappen die Joden onder ja. elkaar maken, natuurlijk ja. maakt iedere groep dat soort grappen onder elkaar. En het zou fijn zijn als de groepen die grappen ook zouden delen met andere groepen. Dat zou ons een heel wat relaxere samenleving opleveren. Ja. Ja. In ons boek schrijven we eigenlijk over van, van, van een aantal ontwikkelingen op het terrein van politieke correctheid. Van de jaren 90 had je nou ja, multiculturele taboes, zoals wij dat beschrijven, en, en, en nou goed, uh, die werden eigenlijk een, een grotendeels geslecht is met Bolkestein, voor Want daar mocht je eens niet over spreken. Daarna werd er bijna alleen nog maar over, over, over gesproken. Um, dat wordt dan een beetje, zeg maar, zoals wij dat ook beschrijven. Um, nou ja, wat eerst uh, politiek incorrect was, is dan politiek correct geworden. Hè. Uh, dat, hoe uh, kijkt u daar tegenaan? Ja, ik dan ben benieuwd ik, uh, naar uw mening uh, daarop. Ik begin meteen, want daar ben ik nou niet meer ik ik er mee Ik het niet meer eens okay. um, Dat wordt vaker gezegd, ja. inderdaad. Want er is een nieuwe politiek correctheid niet uh -huh. omgekeerd. Ja. Het is een definitiekwestie. Okay. He, er is nergens een godgegeven definitie mm -hmm. van politiek correctheid. Dus mm -hmm. welke, welke wil je hanteren? De mm -hmm. meest vruchtbare definitie in mijn ogen, die ik ook in mijn boek hanteer, is die waarbij politiek correctheid betrekking heeft op datgene dat in een maatschappij of in een cultuur ten diepste wordt verafschuwd en gevreesd. Mm -hmm. In onze maatschappij is dat onder andere racisme natuurlijk. Mm -hmm. uh, mensen die de verdenking op zich laden dat ze daar niet voldoende afstand van houden. Uh, worden getroffen door een vloek. Die vloek is maatschappelijk zo schadelijk dat mensen gedwongen worden, zoals jullie in je boek ook zeggen, ook aan een soort conformisme, ook als ze dat zelf misschien niet vinden, mm -hmm. zich toch te houden aan dat taboe. Omgekeerd is dat niet zo. Je kan niet zeggen dat er nu ten diepste een cultuur is waarbij het omgekeerde het geval is. Mm -hmm. Nee, ik denk dat we eerder nu uh, in een hele, wat dat betreft, wat betreft een maatschappelijk debat, een hele. Nou, heel moet ik niet zeggen, maar een, een behoorlijk gezonde situatie hebben. Dat we eigenlijk de laatste 10, 15 jaar, 20 jaar in Nederland een, een, een behoorlijk open debatcultuur hebben. Waarbij eigenlijk alles wel kan worden gezegd. Waarbij dus ook politiek incorrecte dingen kunnen worden gezegd. Uh, zonder dat je daarvan nou meteen... Uh, hè, en ook politiek correcte dingen, je kan het allebei. Uh, er is kritiek, er is ver, uh, verkettering misschien, maar het is niet die hele heftige eensgezinde... Uh, uh, verkettering die je, die, ja, die, die je positie kan kosten, bij wijze van spreken. Oké, okay, dus dat, in die zin, daar bent u het mee oneens, Dan kan ik een, een even een tweede trend pakken. Um, dus wij schrijven over nou ja, dat, toen had je hè, dat, dat etnische uh, taboe. Um, dat werd een belangrijk deel geslecht. Maar vandaag de dag zien we een eigenlijk nieuwe trends over. waar je hebt, met name de Verenigde Staten. En dan gaat het een beetje over de social justice warrior cultuur. Um, hoe kijkt u daar tegenaan vanuit uw. Ook vanuit de geschiedenis van Nederland. Um, ik zie dat eigenlijk toch wel in het verlengde als van de, de, de ontwikkeling die we in Nederland hebben gehad. Mm -hmm. uh, als je gaat kijken naar de gebieden waarop die politieke correctheid dan in mijn optiek uh, betrekking heeft, dan is dat een, een, een voortschrijdende uh, een ontwikkeling waarbij steeds nieuwe groepen aanspraak maken op mm -hmm. erkenning van hun eigenheid. Mm -hmm. Zoals die door hun zelf wordt gedefinieerd. Mm -hmm. uh, of andere mensen daar andere definities over hebben, of andere ideeën over hebben, dat mag dan niet. En dat gaat eigenlijk steeds verder. En dat zie je dus in Amerika nu ook dat, nou die hele transgender en lhbtv, hoe heet het allemaal? Allebei, ja. Uh, ja. Uh, ik las nu net in de krant dat uh, een, een woordvorm van die lhbt enzovoorts, afkorting groep, uh, bezwaar had gemaakt tegen het feit dat zijn uh, groepering onvoldoende vertegenwoordigd was in bepaalde beroepssectoren. Uh, en dat zijn dus steeds verdergaande ja, uh, aanspraken, mm -hmm. waarbij, de, waarbij men teruggrijpt op een heel gezond en heel fijn aspect van onze cultuur, namelijk wij moeten zwakken beschermen mm -hmm. en we moeten niet uh, identiteiten aan andere mensen opleggen. I iedereen moet vrij zijn om te leven zoals hij wil. Ja. Uh, maar dat wordt dan zodanig, vind ik, doorgetrokken in deze recentere en in Amerika veel voorkomende, of aan de universiteiten voorkomende uh, aanspraken. Uh, dat het gaat terugslaan op, uh, ja, op de andere mensen. Dat andere mensen daar last van krijgen. Die moeten daar dan in mee. Ook als ze dat misschien niet willen. En die hebben daar ook de gevolgen van. De dames kunnen niet meer naar een damestoilet. Dat... Nou ja, dan hebben ze zich maar bij aan te passen. Nou, maar krijg je dan niet een soort van twee sporen land? Want, want aan de ene kant beschrijft u dus die nieuwe fijngevoeligheid. Aan de andere kant zegt u, nou, we hebben nu juist een enorm ruim debatklimaat. Ja. Kijk, ik denk, uh, als je er... Aankijk tegen het idee van, oké, okay, we kunnen inderdaad nu maatschappelijk breed, maatschappijbreed heel veel benoemen wat betreft uh, multiculturalisme of integratieproblemen. Maar is het juist niet dat er op bepaalde vlakken juist een, een ver, vernauwing plaatsvindt van wat we kunnen zeggen? Ja. Is, is dat niet een soort... Ja, dat, ja. dat is zo. En ik noem dat in mijn... Uh, in Zwart is mijn laatste boek een, een tweede golf eigenlijk van, mm -hmm. uh, van politiek correctheid. De eerste golf was zeg maar in de jaren... 70, 80. Mm -hmm. nou, toen gaan borkstijnen voor tuin enzovoorts, mm -hmm. toen is het een tijd lang zijn we relaxter geworden. En nu zie je weer maar op een hele andere manier, inderdaad gevoed vanuit Amerika vooral uh, en vertolkt door uh, coalities van uh, zwarte aanstekens en witte uh, Nederlanders, mm -hmm. uh, een, een hernieuwde uh, uh, aanspraak uh, ja op, op respect zeg maar. <coughs> hè, <dat het> <coughs> Um, dus in die zin uh, kan je zeggen dat er een, 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 na een terugslag, ik weet niet, een nieuwe, een nieuwe ronde aangebroken is. Ja. Waarbij het toch wel zo is dat je, uh, nou ja, kijk naar Baudet bijvoorbeeld. Die zegt hele objecte dingen en dat kan. Hij wordt, hij wordt, uh, dat vinden <tosses> vind mensen niet fijn, ik vind het ook niet fijn. Uh, maar hij heeft toch een bepaalde ruimte om dat te zeggen. Mm -hmm. En dat geldt ook voor de andere kant. Voor de dames Zoeme en, en Gloehe Wekker, die al lagen koek verkondigen in mijn ogen. Mm -hmm. Nou, dat kunnen ze ook zeggen. Dan kan je dan iemand zoals ik kan daar dan weer een boek tegen inschrijven. Dan hebben we een mooi debat. Ja. Dus dat is in feite de, uh, een soort eigenlijk nieuwe realiteit die aan het ontstaan is. Dat we misschien op een bepaalde manier afscheid hebben genomen van het idee van politieke correctheid. Zoals dat bijvoorbeeld uh, vooral werd geëntameerd door Bolkestein. Mensen die in feite nu <coughs> in feite met hun um, beklag tegen uh, multiculturalisme. In feite, dat is ja. eigenlijk gemeengoed geworden. Ja. Is, dat, is daar trouwens ook een verschil in? Want ik heb het gevoel soms dat er bijvoorbeeld bepaalde... Bijvoorbeeld Bol Bolkestein die heeft dat op een bepaalde andere manier... Ja, geagendeerd, waardoor hij misschien nu ook wat meer uh, dat, dat, dat discours geaccepteerd is ofzo. De manier waarop hij dat heeft gedaan, is toch anders dan Baudet. Baudet ja. hè? Dus hoe komt er. Zit er ergens een soort van ja, nuance in van? Absoluut. Ja. Nou, Bokstein is een, een beschaafd heer. Dus ja. En Baudet is een ordinaire scheuder. Het is gewoon zo simpel als dat. Uh, vind ik wel. ja, ja uh, Bokstein zou je nooit, nooit kunnen verdenken van een, een, het oor te lenen aan, aan racismeachtige. Uh, Bordet doet dat wel. Ja. Heeft dat gedaan en doet dat. Wat uh, dus dat, uh, um, wel zo dat dat dus toen hij dus met, met zijn, met zijn reden kwam. Uh, hey, waarin hij zei dat etnische. of immigrantengroep moet zich meer aanpassen aan onze cultuur. toen werd hij dus een, een paar weken of maanden lang. op ouderwetse wijze verketterd. maar daarna uh, was het eigenlijk toen al afgelopen. Het dus ja. werd eigenlijk een paar maanden later. Werd, dachten we al van. nou ja, of dacht men al van. Nou ja, als zo'n nette meneer het zegt, dan zit er misschien wat in. Want het ging toen best wel, Fortuyn heeft ook gezegd, van islam is een achterlijke cultuur. Zou, ja. zou je dat nu nog zo kunnen zeggen? Is die gevoeligheid weer teruggekomen? Nou ja, ja. kijk, het is een beetje een, 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 een. zo'n zo 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 kermisding waarbij... Je op, het gaat allemaal een beetje door elkaar. Ja. Uh, in zekere zin is het ook met Boudewijn weer terug. Want. Uh, <traaks myst Grey> uh, nou, gebeurt in Utrecht. Bode deed net dan die uitspraken op die verkiezingsavond, hè, die hij dan wel liet doorgaan, waarbij hij een link legde uh, tussen uh, de daad van deze, bader, van deze verdachte uh, en zijn islamitische achtergrond. Uh, een link die mij plausibel uh, lijkt, mm -hmm. hoe dan ook, hoe die link is dat weten we niet, maar dat hij er is gezien, wat we toen nog wisten van de achtergrond van deze man, was dat waarschijnlijk. Uh, lijkt mij wel, eigenlijk ben ik ja. dat het die uh, hoest. Ik wil niet vele, uh, sorry, ik wil dat echt even moeten onderbreken, ik heb een ja. soort kribbelhoest. Ja, die... Excuses, ik moest even weg, want ik heb nog wel last van een kriebelhoes. Dus ik moest even een zakje honing erop halen, maar dat is er nu. Uh, dus we kunnen het gesprek weer, uh, weer hervatten. Uh, Gerben, jij stelt net uh, een vraag. Kun je die misschien nog even herhalen, dat we even weer terug in het gesprek komen? Ja, we hadden het over de, uh, de mate waarin sommige mensen inderdaad... Uh, sommige mensen die bijvoorbeeld in de jaren negentig vooral het integratiedebat eigenlijk aan de kaak hebben gesteld zoals bolkestein... En uh, uh, ja, Wilders is later pas gekomen natuurlijk. Hè? Maar in ieder geval lijkt het soms zo te zijn dat als je kijkt naar Bolkenstein, dat hij uh, er uiteindelijk er beter uit is gekomen, zeg maar, bij het aan de kaak stellen van hè? of bij het doorbreken van het taboe. Dan uh, hoe Baudetta bijvoorbeeld ja. op dit moment. Uh, ja, uh, ja Bolkenstein deed het op een heel genuanceerde manier, vinden ja. wij nu in ieder geval. Ja. Vond ik toen ook al. Maar, en, en overigens toen hij dat deed, een paar maanden later, nadat nou hij eerst een paar maanden verketterd was vonden de meeste mensen in Nederland, of heel veel mensen, dat eigenlijk ook wel. En mm -hmm. toen merkte je gewoon dat die onderhuidse gevoelens die er al waren, ja, dat het een soort bevrijding was dat hij daarmee kwam. En dat zo'n meneer als hij dat zegt, dan mag je dat ook vinden. Hele keurige, in mijn ogen, uh, opvatting uh, verkondigde hij toen. Bij Baudet is het anders. Baudet coquetteert met uh, all right people. Uh, <kijf> uh, heeft gecoquetteerd met Le Lepin, uh, uh, Jared Taylor, allemaal bijzonder onaangenaam uh, types. Of hij een racist is of niet, dat weet ik niet. Dat vind ik ook niet zo belangrijk. Ook een definitie kwestie. Maar ik, uh, een heel ander uh, niveau dan Bolkestein. Ja. Uh, wat je wel ziet is dat nu met Baudet... Uh, ja, daar dat, dat, dat blijkt eigenlijk uit dat die hele trends die wij nu proberen te beschrijven... ...de ontwikkeling van de politieke correctheid, heel rommelig verlopen. Mm -hmm. dus het, gaat, het gaat eigenlijk steeds heen en weer. Uh, uh, een voorbeeld is de gebeurtenissen in Utrecht uh, onlangs. Waarbij Baudet op die verkiezingsavond, uh, die hij dus niet uh, doorgaan, een link legde met uh, de islamitische achtergrond van deze mm -hmm. verdachte. Uh, ik zei net, ik hou niet van Baudet, maar dit leek mij een, een juiste en toelaatbare uh, constatering. Mm -hmm. uh, maar dat werd dus in, ja, bij, eigenlijk in alle media die avond uh, unaniem uh, afgekeurd als volkomen onbehoorlijk. Dat vind ik dan toch weer een uiting van, waarbij een soort ouderwetse politieke correctheid toch weer even de kop opsteekt. Ja, en is er dan ook sprake van een soort van, uh, valt politieke correctheid ook samen met de strategie van een cordon sanitaire? Um, dat vind ik niet, omdat ik een cordon sanitaire, dat heeft betrekking op, uh, nou ja, dat had, dat had je in, in, in België hè, met, mm -hmm. met een, een racistische partij, het Vlaams Blok. Mm -hmm. um, in Nederland had je dat met de centrumpartij. Mm -hmm. Uh, in hoeverre dat bij Baudet zal gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Maar uh, een cordon sanitaire is niet uh, toegepast op Boekstein. Nee. Op de VVD van Boekstein. Daar moet je toch een stuk verder voor gaan. Ja. En dat vind ik wel oké. Okay. Maar het lijkt misschien wel een beetje... Uh, kijk, wat vaak wordt verbonden met politieke correctheid is de strategie van no-platforming. Dus dat, dat je in feite geen... Uh geluid moet geven aan mensen die in mm -hmm. feite inderdaad... Ja, wat bedoel je? Ja, plasvorm, ja. Wat u net ook zegt van mensen die aanschurken tegen het taboe en die feiten niet duidelijk genoeg afstand nemen van mm -hmm. fascisme, ja. hè, want dat is toch waar dan uh, het Forum vaak mee wordt geïdentificeerd, ja. die, die zouden dan in feite ook minder zendtijd moeten krijgen. Ja. Ja, en dat is, a, is die, is die, klopt het dat dat in Nederland aan de hand is? <laughs> um, en, en, en zo ja, is dat, is dat ook iets wat, wat u van veroordeelt ja, ja. of niet? Ja. Nou ja, we, we hebben natuurlijk in Nederland hele uh, duidelijke wetten op dat gebied. Mm. Uh, er is een, een uitgebreide wets, uh, uh, wetsvoorziening op het gebied van uh, etniciteit, racisme, discriminatie. Waarbij we achteraf toetsen of mensen zich schuldig hebben gemaakt aan deze uh, daden. Wat <kijkt> mij betreft is dat oké. Okay. Ja. Laten we achteraf kijken of iemand uh, zich daaraan schuldig maakt. En dan krijgt hij uh, straf. Uh, maar laten we voordien de grenzen zo, zo breed mogelijk trekken. Ja. En, en, uh, een andere interessante kwestie die, ik, uh, die, die wij in het boek uh, bespreken. maar die we in feite ook voor een deel ontlenen aan uw analyse in correct. Is de kwestie uh, de erflast of de erfschuld die, uh, die er zou bestaan, bijvoorbeeld ten opzichte van de oorlog, ten opzichte ja. van het kolonialisme? Um, dat noemt u zelf ook. In hoeverre is dat iets wat echt ja. een echt daadwerkelijke rol speelt ook in, in de in politieke correctheid? Nou ja, het gaat even ja. terug aan de vraag die u in het begin stelde: van mm. hoe is het nou het verklaren dat we in Nederland die heftige politieke correctheid ja, hebben precies. gehad? Ja. Waarop ik antwoordde: dat is. Uh, uh, ook een beetje per natie uh, verschillend, mm -hmm. waar, waarbij uh, definitieve antwoorden naar mijn gevoel ook niet bestaan. Nee. In Nederland is het natuurlijk wel zo dat uh, wij hebben in de oorlog uh, het hoogste aandeel uh, van de Joodse bevolking verloren van alle West-Europese landen. Ja. Uh, dat was na de oorlog uh, een tijd lang niet, werd dat eigenlijk niet ingezien. Pas met het boek van Presser en het eigenbaarproces en zo zijn we dat gaan inzien en zijn we ons daarvoor uh, erg gaan schamen. Mm -hmm. Officieel, in hoeverre dat voor die hele bevolking geldt en hoeverre ook jonge generaties zich daarvan bewust zijn is een andere vraag. Maar in de officiële Nederlandse cultuur is die schaamte zeer prominent aanwezig sinds de jaren zestig zeg maar. Ja. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Um, een andere verklaring is door Van der Dunk, de oude heer Van der Dunk, de vader van Thomas geopperd en die mm -hmm. vond ik wel, wel interessant, die zei um, we hadden in Nederland de verzuiling. Die verzuiling was in Nederland, die was ook in andere landen, maar is in Nederland behoorlijk sterk. Mm -hmm. En die zuilen, die waren voor de Nederlanders, waren dat uh, hun aanknopingspunten voor hun morele uh, ideeën. Ja. En wat gebeurde er toen? Binnen vijf jaar, tussen 1965 en 1970, vliegen die zuilen de lucht in. Die, die verschrompelen waar je bij staat, heel snel. Ja. Wat nu te doen? We hebben geen, waar moeten wij uh, volgzame Nederlanders, die altijd de dominee Pastoor uh, volgden? Waar hebben we nog een eikpunt voor onze morele ideeën? Van ja. de dunk zegt, ja, dat heeft dat conformisme ook in de hand geweest. Mm -hmm. Daardoor we waren aan het zwalken. En daardoor zijn we eigenlijk niet gewend om, om uh, nou, Riesman, David Riesman, de uh, inner en de out of directed personality. Mm -hmm. We zijn niet gewend om op, om, om op uh, 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 kompas, of we zijn gewend, moet ik zeggen, om op kompas te varen. Maar het kompas werd bepaald door de, door de leiders van de Zuilen kunnen zouden verschrompelen, zijn we, en dat zijn boks, zijn dan weer gaan varen op radar. We zijn om ons heen gaan kijken, wat denken de andere mensen. Mm -hmm. We zijn in een soort anomische situatie, we zijn onze vastigheden kwijt. Mm -hmm. uh, wat denken de anderen, dan pas ik me daar weer aan. Dat zou dan ook dat angstvallige conformisme in Nederland uh, hebben kunnen bevorderen. Dat is een, een, een verklaring van Duncan. Ja, is het ik, uh, conformisme? Want kijk, ik zie het ook heel erg als een soort <klaar> nieuw, uh, nieuw Geluid, wat dat dat Nederland in de tijd waarin ik opgegroeid ben was altijd het heel erg het, het idee van Nederland is het land van de tolerantie, het gidsland, hè? En wij zijn in feite de uh, de kampioen gedogen, en maar en dat dat werkt ook allemaal heel goed. Is dit niet zo dat er misschien na de verzuiling juist daar heel erg een soort van nationale identiteit ge, ge, aangehaakt werd? Van, oké, okay, we zijn. We zijn da daar zijn we eigenlijk nu kampioen in. Ja, maar dat, dat is naar mijn gevoel niet in strijd met wat ik net zei. Dat gedogen, nee. gedogen is natuurlijk ook ja. het afzien van staatdwang. Ja. He, dat je dus uh, dingen die mensen doen die eigenlijk niet mogen, uh, toch maar door de vingers ziet. Ja. Uh, op een aantal gebieden is dat denk ik ook een heel uh, realistisch uh, arrangement, mm -hmm. omdat menselijke praktijken we eenmaal sneller veranderen dan uh, de wetgever ze kan volgen vaak. Ja. Eh, pak een beet, abortus. Eh, dat duurde een tijd voordat we het precies goed geregeld hadden. Dan had je een hele grijze tussenperiode waarin het werd gedoogd. En gelukkig maar, dat was. Eh, dat. Alleen dat gedoog is weer verder. Op tafel werden ook, moest ik een voorbeeld noemen wat ik correct heb genoemd. de misdaden van de Hells Angels werden gedoogd. Ja. Dat is niet meer uh, een kwestie van een sociale verandering die zo snel gaat dat de wetgever het niet kan bijhouden. Dat was gewoon lafhartigheid. Ja. Die mensen deden misdaden en we durfden niet echt in te grijpen. Ja. Uh, dus dat is uit de bocht gevlogen. Yeah. En, en, dat, uh, ja, en dan kan je dus de vraag stellen waar, waarom wij dan zo'n angst hebben ontwikkeld voor heftig uh, overheidsingrijpen, nou, dan zou je ook die oorlogsherinnering daarbij kunnen halen. Yeah. En het feit dat de jaren 60-generatie die vanaf de jaren 80 zeg maar, de teugels in handen nam, daardoor zozeer uh, gekleurd is van dat nooit weer. En die vieze, vuile fascisten en uh, weg met alle autoriteit en waarbij we dus zijn doorgeslagen. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan volgens u tot ook uh, christelijke en Calvinistische cultuur, de erfenis daarvan? Werkt dat volgens u ook op deze terreinen door of, <tus> of ziet u dat toch wat weinig daarmee te maken? Hè? Nou ja, die waren natuurlijk in de jaren, vanaf de jaren zestig sterk in het defensief gedwongen. Mm. Die hadden eigenlijk geen been meer om op te staan. Mm. En dat, dat was natuurlijk allemaal in de ogen van, van progressief Nederland. Uh, was het allemaal belachelijk. Alles wat met kerk en religie te maken had en daarom verbonden moraal, de Puritijnse moraal. Nederland was natuurlijk een heel puriteins land hè, voor de jaren zestig. Mm -hmm. uh, Autoritair, puriteins. Uh, uh, nou, ik weet nog wel, toen ik studeerde en ik ging wel eens met een, met een vriendinnetje uh, uh, wou ik in een hotel. Maar dat ging zomaar niet. Een trouwboekje moest je laten zien. Uh, en dat is dus ook al dat soort dingen is in no time omgeslagen. Ja. Heel snel omgeslagen. Ja. Uh, dus het de, 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 de doorwerken van, die christelijke, van het christelijk gedachtegoed. Um, ik denk dat die echt heel lang uh, ja, in een donker hoekje hebben gezeten en eigenlijk weinig konden inbrengen. Maar je zou kunnen, ergens kunnen zeggen dat, dat dat Puriteins, ook als het gaat om politieke correctheid, natuurlijk dat dat uh, past bij ook de cultuur van het Calvinisme, maar Puriteins is natuurlijk ook een belangrijke. Ja, je bedoelt recht uh, ja. en dat een soort een, een seculiere variant als het ware ja. van, uh, van, van, van die religieuze, religieuze gedachtegoed eigenlijk is. Ja. Zou kunnen. Ik kan ook zeggen dat het gedogen een typisch katholieke praktijk is. Ja, maar nou, dat, uh, dat, dat lijkt me ook heel voor de hand liggend. <laughs> ja, Ik weet niet ja. of men in Brabant en uh, Limburg er meer uh, van ja, is. Maar dat, uh, ja. Ja. Is het een wetmatigheid dat op het moment dat je uh, te veel gedoogt en te lang, dat het, dat het dan pas tot, zo, dat het dan tot een radicale omslag komt? In, 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 in uh, juist het totaal fileren van het taboe? Nou ja, is in dat... Nederland wel. Ja, maar is dat... ja. Ik zou het niet een wetmatigheid willen noemen, want dan doe je net een universele mm -hmm. ontwikkeling. Dus ik denk dat dat toch wel te maken heeft met, uh, met dat conformisme van ons. Ja. Uh, dat daardoor het eigenlijk zolang te water zo gaat, de kruik moet ik zeggen, zolang te water gaat uh, tot die barst. En is dat een. Hypocriet conformisme of is dat een rechtgeaard conformisme? Ik voel het een hypocriet conformisme, ja. omdat, en dat is eigenlijk de bottom line van mijn beide boeken die daar ja. liggen, omdat altijd in strijd met datgene wat de betrokkenen uh, graag beweren, de zwakke groepen oh. daar oh. vaak het slachtoffer van zijn. Ja. Uh, Kun je dat misschien een voorbeeld van geven? Vanuit uw nou ja, als boeken we even teruggaan in de Hells Angels, ja. uh, dat zijn. Dat zijn uh, ja oude vrouwtjes op straat, of, uh, of, of, mm. of uh, mensen die zomaar te grazen worden genomen. Uh, nou, andere voorbeelden, uh, bijvoorbeeld uh, uh, taboe een tijd lang op het, aan de kaak stellen van het misbruik van sociale voorzieningen, dat is mm -hmm. ook zo'n taboe, uh, terwijl het duidelijk was dat er op grote schaal van die W.A.O. misbruik werd gemaakt, ook door hele rijke mensen. Mm -hmm. uh, wie zijn daarvan het slachtoffer? De gewone premiebetalers. Mm. Nee, allemaal. En ook de arme mensen die premie moeten afdragen. Ja. Er is ook een uh, analyse van Angela Nagel, die we beschrijven in het boek. Die stelt in feite: kijk, uh, de opkomst voor, van alt-right nu. heeft ook te maken met een soort van reactie ja. van, um, uh, op, zeg maar, hè, dat, dat rechtvaardigheids, socia sociale rechtvaardigheidsdiscours. waarin de uh, blanke man, de ja. jonge man, zich eigenlijk gemarginaliseerd ja. voelt. Volkomen waar. Uh, Trump ja. natuurlijk ook, dat bedoel zijn ja. originele analyse: dat Trump daar op dat soort sentimenten, uh, op de golven daarvan aan de wind is gekomen. Ja. Uh, met Clinton, uh, die dan uh, in, in, op, op een hoge wolk van comfortabele progressiviteit uh, voor die reële noden geen oog had. Mm -hmm. uh, dat is denk ik in Nederland ook zo. Dat als je nu naar Baudet kijkt, mm -hmm. nou ik weet niet, we, we hebben nog geen uitslag gezien, maar als hij die elf zedels haalt. Dan is dat bijna een verdubbeling met Wilders erbij van het uh, populistische smaldeel zeg maar, in de Eerste Kamer, Ja. vergeleken met de vorige keer. Ja, hoe komt dat? Ik zie het toch overal als een soort reactie. Ja, dus in uh, feite politieke correctheid snijdt zichzelf dan daar in de vingers. Zeker. Als het hè, bedoeld is als een emancipatoire beweging, zonder zeggen. Nou ja, niet ja. alleen een emancipatoire, maar ook, maar ook als een beweging die recht doet aan, 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 aan reële grieven. Mm -hmm. uh, nou ja, een voorbeeld is wat ik net noemde. De, 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 de vanzelfsprekende uh, verontwaardiging. toen Baudet dus die link met die islam legde. bij mm -hmm. de verdachte. Uh, nou, dan heb je weer. weer uh, 5000 mensen die hem gaan stemmen. en die ja. niet gaan stemmen op de andere partij. die allemaal zeggen. nee, heeft niks mee te maken. Ja, en dat is dat voor mij ook elke, heel. Elke begrijpelijk. kan zien dat dat niet klopt. Ja, nee, maar toch lijkt dat niet zo te zijn. Want ik had precies dezelfde gedachte. en aan de andere kant lijkt. Uh... Ja, bestuurders, politici, toch juist ook collectief heel erg te kiezen voor de veroordeling. En, en de voortdurend op te hameren van ja, Bode heeft zichzelf uh, hier weer gepasseerd. Of, of, ja, dat bedoel is, ik. Ja. Ja. ja, maar is het niet? Maar ja, is het, maar het is toch ook heel makkelijk in te zien dat hij daarmee juist een hele, hele hoop stemming trekt? Ja, nu. dat vind ik ook makkelijk in te zien, ja. maar. Uh... Ik, ik, ik hoorde Jette ook zeggen van, nou, bij, bij Jinek die avond van ja, ja natuurlijk schandelijk, een schandelijke insinuatie, dat het op enige manier met islam te maken heeft. Ja. Terwijl we toen het filmpje al hadden gezien waar die in Utrecht loopt, te schelden tegen een paar meisjes die er niet goed genoeg gekleed uitzagen ja. en zo. En toen we ook al wisten dat zijn familie uh, salafistische banden uh, onderhoudt. En, ja. dus, en, en dan krijg je dan in feite een soort van uh, kermis van hypocrisie, van, van steunbetuigingen die in feite niet authentiek zijn. Ja. Dat dat was ja. dat dat is zo. Ja. Zoals jullie in het boek ook uh, zei ik net al uh, terecht constateren. Dat de politieke correctheid voor een deel uit, uit oprechte ideologische bevlogenheid van een kleine groep, denk ik, ja. voortkomt. Maar dan uh, zodanig uh, zo sterk is en zo zeer verbonden met wat ik net zei, met de, met de dingen die ten diepte worden gevreesd en verafschuwd, dat je, dat ook een bredere groep zich niet kan permitteren met die radar om zich heen kijkend ja. om daar anders over te denken. Ja. We hebben, we hebben natuurlijk uitgebreid gehad hè, over de geschiedenis, over uw boek correcte. de geschiedenis die u daarin beschrijft. U refereerde aantal malen ook aan uw boek Zwartkijks, waar u meer eigenlijk vooruit kijkt naar waar we gaan we naartoe in de toekomst. En ik vind het wel interessant om daar even door te gaan, nu we bij de actualiteit zijn. Welke trends ziet u eigenlijk die, die, die doorgezet worden in de nabije toekomst als ja. het gaat over politieke correctheid? Ja, nou, ik, eigenlijk alles wat ik schrijf heeft betrekking op uh, een, een poging tot analyse van sociaal-culturele ontwikkelingen, waarbij natuurlijk sinds de renaissance zeg maar een aantal trends kan zien. Grote, lange termijn trends, secularisering, de mensen zijn minder religieus, individualisering, uh, informalisering, de, 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 de omgangsvormen worden relaxter, uh, nivellering, minder autoritair, al die trends die gaan geleidelijk door. Mm -hmm. Wat we meemaken zijn, en dat is ook bij, uh, naar mijn gevoel, bij de dingen die ik in Zwarte Kijkers beschrijf, zijn tijdelijk aberraties, waarbij deze trends in een stroomversnelling raken. Mm -hmm. Uh, door het toedoen van vaak kleine groeperingen, uh, die aanspraak maken op, uh, ja, op, op, op respect. En waarbij uh, ja, die zich eigenlijk immuniseren voor kritiek met een beroep op dat emancipatie, antiracisme, identiteitsdenken. Wat op zich goed is, maar wat misbruikt wordt om je te immuniseren tegen gerecht kritiek. Mm -hmm. Ik ben dus op de lange termijn nog niet pessimistisch, omdat je altijd ziet dat deze... Dialectische, want dat is het is een dialectische beweging. Je mm -hmm. hebt een these, je krijgt antithese Dan synthese, en synthese, ja. synthese. Dus die synthese ga je weer een beetje terug om weer vrolijk verder te gaan. Ja. Met, natuurlijk gaan we verder in de richting van een maatschappij waarin bijvoorbeeld etnische groepen op een relaxe manier uh, samenleven. Ik mm -hmm. twijfel ja. aan. Maar je krijgt wel een soort versimpeling van het debat. Hè? Onder, onder eigenlijk, kijk, die, er is een relatie, lijkt er te bestaan, tussen dat, hoe dat het begrip van politieke correctheid nu geframed wordt en het idee van identiteitspolitiek, waarbij mensen heel erg bezig zijn met hun, niet zozeer op de, bal, op de politieke bal spelen, maar vooral om te kijken van oké, okay, wat, wat is mijn identiteit en is die adequaat genoeg beschermd, ja of nee? Ja, maar als we het hebben over politieke correctheid, dan heb ik het eigenlijk meer over de houding die de omgeving daarbij aanneemt. Hmm. Uh, deze, deze mensen die doen een poging tot, uh, nou ja, die, die grijpen de kans die ze hebben. Mm -hmm. Er zit volgens mij ook een behoorlijke, uh, we zullen jullie eens even teruggrijpen, mm -hmm. uh, factor in. Mm -hmm. Ja, dat kan, kan je doen. Uh, ook niet gek dat dat gebeurt. Uh, en dan heeft, waar heeft u, wat voor groeperingen heeft u het dan nu even over? Dan heb ik het over, uh, nou, anti zwarte piet ja. is een goed voorbeeld. Mm -hmm. En waarbij... Uh, de Grauwe Eeuw of zo, met die standbeelden bijvoorbeeld. Ook, precies, ja? allemaal dat soort dingen, <coughs> uh, waarbij, waarbij groepen die eertijds natuurlijk werden gediscrimineerd en mm -hmm. die, die daar grieven over koesteren, die begrijpelijk mm -hmm. zijn, uh, die grieven overbrengen naar een periode waarin die grieven veel minder van toepassing zijn, mm -hmm. die grieven ook op hun kinderen overbrengen in het zwarte pie-debat. wat een anachronisme is naar mijn gevoel, mm -hmm. uh, en het, dat zijn vrij kleine groepen van zwarte uh, burgers in coalitie met witte, het is niet een strijd tussen zwart en wit, het zijn mm -hmm. Twee groeperingen en een debat dat wordt gevoerd tussen beide Beide groepen zijn divers qua kleuren samengesteld. Mm -hmm. um, het opmerkelijke en de link met politieke correctheid die ik dan toch wel zou willen doortrekken is dat de omgeving daar ook niet... Hè, er is geen communistische opinie in Nederland uh, dat het eigenlijk een beetje onzin is, dat uh, gedoe over Zwarte Piet. Uh, ik heb in het boek zwart Kijkers een poging gedaan om dat wel te zeggen, mm -hmm. uh, nou ja, die, dan ben ik toch een uitzondering. Ja. Hè. En, maar uh, Lubach heeft het misschien ook een beetje proberen te, te nuanceren of op een bepaalde manier te laten zien van, nou ja, he, het is heel begrijpelijk dat hier mensen tegen zijn, maar laten we ook niet vergeten dat het een traditie is waarbij heel veel, heel veel mensen geen racistische associatie hebben. Is, is dat ook een vorm van, ja, dat het bad, ken ik toch nog wel, op bepaalde fronten wel gevoerd kan worden? Of? Um, ik zie het, de, de aanspraak... Uh, op het op het ontzwarten van Zwarte Piet als, mm. een, als een absurditeit. Um, en alle argumenten die daarvoor te bedenken zijn, die, die heb ik proberen te willen leggen en mm. naar mijn gevoel ook kunnen willen leggen in dit boek. Uh, toch ben ik daarmee een grote uitzondering. En dat is dus ja. de politieke correctheid. Je mag het niet zeggen. En het, eigenlijk als je de krantencommentaren ziet uit de laatste Piet en Klaas-debat uh, van afgelopen vorig jaar. Uh, dan is eigenlijk unaniem in alle kwaliteitskanten is van nou ja, uh, Laten we de zaken niet op scherp stellen. Uh, we hebben nou eenmaal een soort proletarisch achterhoede. Dat, dat zijn mensen die geloven nog een beetje in, uh, in zwarte pit. Laten we ze de tijd gunnen, dan komt het allemaal weer goed. Mm -hmm. Dat is nou precies het soort uh, denken dat Clinton uh, in Amerika... De basket op... of deplorables. Ja, het de deplorables. Yeah. Ja. 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 En dat is dus wel degelijk, vind ik, een vorm van uh, politieke correctheid. Ja. Yeah. Zijn er ook nieuwe taboes die volgens u aan het ontstaan zijn? Van, nou, het is het, je ziet een voortzetting van een trend, hè, van een bepaalde houding ook in de samenleving. Maar zijn er ook dingen die nieuw zijn volgens u, nieuwe taboes die we uh, uh, zien? Die, 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 die weet ik niet, maar je kan natuurlijk wel proberen om, een, om te extrapoleren. Als het waar is wat ik net zei, dat politiek correctheid zich toch in hoge mate richt op uh, steeds verdergaande als, uh, aanspraak op respect voor groepen die we nog niet uh, onderkend hadden als minderheidsgroepen. Zoals die afkortingsgroepen en uh, nou, eert, eertijds oma's natuurlijk afkortingen. Um, nou ja, misschien zijn er nieuwe groepen die wij nu nog niet kennen, die je straks ook gaan roepen, hé maar wacht eens even. Jullie zijn ons vergeten. Wat dat betreft vond ik trouwens, uh, uh, hoe heet hij, uh, 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 in Chaka, Raterband, ja. met zijn <laughs> aspiratie om dus zijn eigen leeftijd te mogen mm -hmm. definiëren. Ja. Wel behoorlijk geestig en eigenlijk ja. ook wel to the point. Uh, Oké, okay, ik zeg wat mijn seksualiteit is. We hebben jullie niks mee te maken? Ik maak dat zelf uit. Mm -hmm. um, nou, dan zeg ik hoe oud ik ben. Dat, dat, vind ik, dat vond ik een, een geestige, uh, eigenlijk een spiegel die ons werd voorgehouden van waar, waar het heen kan gaan. Mm -hmm. En wat daar voor andere groepen nog op zullen staan. Mm -hmm. uh, natuurlijk is ook het, het dieren, hè, de, de, de Partij voor de Dieren is natuurlijk ook in zekere zin in het verlengde van... De mensen moeten zich in steeds wijdere kringen zich identificeren met slachtoffers. Wat we natuurlijk uh, als een trotspunt van onze cultuur beschouwen. En het wordt dan tot, tot ja, heel verre nieuwe uh, uh, vormen voortgezet. Zodat dieren ook bijna mensen worden. En ook recht hebben op dezelfde respect uh, wat mensen hebben. En ja, wat er nog in het verlengde van ligt, uh, dat weten we nu niet. Hij schrijft van ons boek van ja, je kunt natuurlijk een heel aantal problemen met politiek correcte ontwaren. Maar in dit opzicht zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. Dat natuurlijk die stemmen die hiervoor niet gehoord werden, dat daar nu uitgebreide aandacht is voor in het debat. Uh, da, dat is natuurlijk prima. Dat, is ook niet politiek, dat heeft ook niks met politieke mm -hmm. rechtheid te maken. Dat er mensen opstaan die zeggen: Wij zijn hier, zie ons. Mm -hmm. Dat is prima. Mm -hmm. Maar wij zijn hier, zie ons. En denk erom: als je je niet op de manier gedraagt die wij uh, nu eisen, dan heb je een ander verhaal. Ja. Dus het gaat eigenlijk een beetje om die rechtlijnigheid, uh, waarop eigenlijk een, soort van een bepaalde kijk op de samenleving uh, af wordt gedwongen. Ja, Zouder, een, beroep, als, uh... een beroep op bepaald gedrag. Ja. Uh, en als je dat niet beoefent, dan ben je verdacht. Mm. En uh, ja, en ik realiseer me dat het een beetje in strijd is met wat ik eerder zei dat we dat we toch nu een, een beter debatklimaat hebben, dat we het mm -hmm. een beetje achter ons hebben gelaten. Hoe heet zo'n vroeger had je op de kermis zat je achterin zo'n groot zo'n groot zo'n orgel waarbij je uh, kon je opklimmen met trappen die heen en weer bewegen. Ja, uh, ik, hè? ik weet hoe je het park. Dunapark. Ja. Nou, nou, dat is het een beetje dat, 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 dat debat over politiek correctheid. Het, het gaat. Alle kanten op zijn korte, lange trends. Er zijn verschillende groepen aan de hand. Het is heel erg moeilijk om daar, ik waardeer jullie poging, maar het is erg moeilijk om daar eenduidige trends denk ik, in te onderscheiden. Het is wel zo, misschien een, een, een belangrijke factor is, uh, die we misschien ook in het boek niet heel uh, sterk overvoedig hebben gebracht, maar is de mogelijkheid om uh, humor te houden in het debat. Even, uh, dat proef ik ook bij u wel, dat dat iets, iets ja, is. Wat, dat is, is dat, uh, staat hij erg onder, de dru onder druk als gevolg van maatschappelijke sensitiviteit ja, overal? Hè, volgens mij wel. Ja. 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 Hoe, hoe krijgen we dat weer terug? Je mag, ja, bijvoorbeeld in humor over, over etniciteit mag je ook bepaalde woorden niet woord nee. negen niet gebruiken. Nee. En is het verhaal van het geval van die vertaler die in een oud boek. Van James Baldwin had vertaald, waarin ja. Baldwin verduidelijk over Negro heeft, dat toen dat gewoon huishoudwoord was. Ja. En dus door zijn vertaler gedwongen is om dat te veranderen in zwarte. Ja, ja ga, maar, ga daar maar een. Uh, uh, ga daar maar een. Ga daar maar een mop vertellen dan met, ja. met dat soort uh, taboes uh, eromheen geweven. Ja. Moet dus dan het... gaat het. Gaat het dan ondergronds? Het was natuurlijk al ondergronds. Ja. Uh, het, is, het, is Kijk, het kan bovengrond zijn. Er is één heel, heel leuk grapje dat ik mm -hmm. altijd graag vertel omdat dat een een eng grapje is, maar dat loopt goed af. Mm -hmm. dat ik het vertellen. Ja, heel, nou, heel graag. Dat heet, het heet <laughs> Bobo niet betalen. Ik oh, Komt nee. een grote neger die komt s ochtends bij het centraal station, stapt in de stadsbus en uh, die chauffeur vraagt om zijn kaartje en dan zegt hij: Bobo niet betalen. Oh. Waarom dan niet? Bobo niet betalen. Nou, die chauffeur die denkt: nou, ik ga geen ruzie maken met uh, Bobo, dus Bobo loopt door. Uh, volgende dag weer Bobo, Bobo niet betalen. En hij klaagt: die, die, die chauffeur die gaat naar zijn baas toe. en die zegt: ja, ik heb dit probleem met deze meneer uh, Bobo. En dan bes besluit zijn baas om ook een grote zwarte man uh, achter het stuur te zetten de volgende dag. Dus er zit een grote neger achter het stuur van die stadsbus. dan komt Bobo aan. Bobo niet betalen. En die chauffeur. En waarom dan wel niet? En dan zegt Bobo, Bobo niet betalen, Bobo abonnement. Dat is. <laughs> <laughs> dat het, dit zijn eigenlijk uh, grappen. Dus die, uh, wat, wat, mij, wat mij wel opvalt toen nu, is dat, dat hij daar ook dat hij geen moeite heeft om zo'n mop te vertellen. Eigenlijk nog. Nee, dit is, dit, wat is hier fout aan? Nou, dat is volgens mij precies het punt. Ik, ik denk dat ik hem zelf zoiets niet zo snel zou vertellen. Jawel, maar dan, dan ja. is de vraag toch waarom dat zo is. Ja. Want, dit is een. Uh, een grappig, een grappig verhaal. Ja. Yeah. En dat, dat zet eigenlijk een beetje het, het, het correcte denken een beetje ja, te kakken. Ja. Yeah. Wat je denkt als je het verhaal hoort, dan denk je denkt, oeh, dat gaat mis. Ja. Yeah. En dan het bovenal abonnement. Ja. Yeah. Ja, maar het gaat natuurlijk, of al in feite, uh, want wij zijn hier met uh, dit boek ook uh, in nieuwe maan geweest. En daar hebben we ook gesproken met uh, Glenn Heldring en zo. Uh, het gaat in feite natuurlijk ook al over de hele uh, stereotyperende taal hè, die mensen dan eigenlijk. Ja. Ik dus uh, over drinken. de stilte die net uitbrak daarmee. <laughs> ja, nee, nou, nee. Dus dat is misschien ook wel een beetje een generatiekloof inderdaad. Ik zat laatst op een vertaalfestival en toen ja. ging het ook over ja, welke woorden gebruik je wel ja. en welke gebruik je niet. En, en, en daar zag je wel een, een soort van generatieverschil. Dat is toch uh, ligt denk ik gevoeliger misschien ook. ook. Nou ja, ik gebruik het woord neger, dat doe ik ja. af en toe. En ik gebruik zwarte. Ik gebruik het allemaal door elkaar. Mm -hmm. Ik zal nooit het woord nikker gebruiken. Mm -hmm. he, dat, is een, dat is een woord met een heel duidelijke. Mm -hmm. Je moet die nikker, het woord, mm -hmm. dat is het N-woord wat ik het dan definieer, die hoort in de gevangenis thuis. Mm -hmm. Of uh, spleetoog, of, of uh, nou, rotjood. Dat zijn allemaal depresserende termen, die willen we niet en dat, dan word je gestraft via onze wetgeving. Mm -hmm. Het woord negen valt er niet onder, dat is helemaal niet depresserend, dat wordt nog steeds. Ik ben vorig jaar tijdens Suriname geweest. Doodgewoon huishoudwoord. Mm -hmm. Maar uh, ja. maakt het niet een verschil tussen wie het gebruikt, natuurlijk? Ik kan bijvoorbeeld als Surinaams persoon het gebruiken. Waarom? Is het anders, omdat Waarom? het natuurlijk over. Het is een woord van, dat je gebruikt over een andere groep. Ja, wat maar dan ga je dus zeggen krijgen. dat bijvoorbeeld een jood. Die mag, zeggen, die mag het over Joden hebben. En andere mensen moeten dan Joodse mensen zeggen, bijvoorbeeld. Dat wil je toch niet? Dat zou kunnen. Ja, er zijn mensen die, die wel die mening toegedaan zijn. In de zin van je bent als groep eigenaar van een dergelijke term. Hè, en dan is het niet goed als een ander. Goed, ja, maar dat, dat is nou dat precies dat het gebruikt. identiteitsdenken wat, ja. uh, wat zo ontzettend uh, uh, negatief uitwerkt. Want mm -hmm. dan moet je dus op je woorden, op je tellen, gaan passen. Ja. En dan, ga je, dan ben jij dus degene die. Je bent als groep alleen maar eigenaar, denk ja. ik, over de vraag of je op een hoffelijke manier wordt bejegend. Ja. Maar zou je niet kunnen zeggen dat is onderdeel van dat uh, deze synthese, et cetera, van we zitten nu in een proces waar dat nu nog gevoelig ligt. Hè? Dus misschien moeten we daar nu voorzichtig mee zijn. Totdat we toegaan naar een, 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 een samenleving waarin we eigenlijk misschien lachen om hoe dat vroeger had zo gevoelig dat zou kunnen. lag. Dat zou kunnen. Uh, ik denk dat de enorme gevoeligheden die wij hier nu... Uh, die, nu ook die ook jullie reactie verklaren op mijn kleine verhaal... Uh, thuishoren in een periode van onzekerheid, anomie. Uh, waarbij de, de, de groepen die ik eerder noemde... dus de, de, de voortrekkers van, van een, een groepering... Een, een, groep, een deel van de zwarte bevolking, hele andere delen denken daar heel anders over. Mm -hmm. Uh, heel erg lang het hebben, heel gauw gekwetst zijn. Zoals nogmaals ook Joden dat tussen oorlog waren, op heel begrijpelijke gronden, zoals oude mensen, dat is een vergelijking die ik in zwartkijkers maak, ook vroeger heel gauw gekwetst waren uh, als er op hun ouderdom werd gezinspeld. Terwijl wij ouderen tegenwoordig denken, oud, nou zo so wat, dan ben ik oud, ik mij wat ik, mij ik maakt het zelf wel uit hoe ik leef. Uh, daar zijn we een taboe voorbij, mm -hmm. grotendeels. Het zal niet ja. voor alle oude mensen gelden, maar wel voor een hele groep die vroeger niet bestond. Ja. Die ontwikkeling zal je ook op andere gebieden, denk ik, krijgen. Dus wat jij zegt is mogelijk, ja, dat het uh, over 20, 30 jaar, wa waarbij natuurlijk ook de, de mensen gewoon, de groepen ook sterk vermengd uh, zullen zijn. Mm -hmm. uh, althans, met tsunamis zie je al ja. een heel vergaande uh, mate van uh, 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 vermenging. Met Joden ook. Ja. turkmen elkaar nog niet, maar dat zal er ochtend ook een keer aankomen. Mm -hmm. ja, dan wordt het allemaal uh, old, old times uh, gedoeld. Dan wordt een deel van die taboes die we nu hebben, iets van het verleden, zeg maar. Ja, dan zijn er altijd weer nieuwe taboes natuurlijk, maar ja. ja. De zelfspot is een belangrijke kwestie. Ik zou me, ik, 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 als ik uh, me verplaats bijvoorbeeld, uh, in welke etnische groep dan ook, hè, dan, dan zou ik het heel belangrijk vinden uh, dat mensen ook mij de etniciteit kunnen ridiculiseren. Omdat op het moment dat je dat niet doet, dat er in feite juist een enorme gevoeligheid ontstaat over, over, ja, dat, ja, dat. Onderstreept in feite alleen maar uh, een soort van uh, ja. uitzonderingspositie die ja. je zou kunnen uitleggen juist als een vorm van racisme. Of een, nou ja, het gaat ja. misschien wat ver, maar nou als ja, een soort van... Omgekeerd, ja, ja. inderdaad. En, en, dat, dat, uh, je moet op je woorden passen. En dus ik denk ook dat, dat het voor de betrokken minderheidsgroepen uh, aan te bevelen is om hun grappen die ze onderling vertellen ook naar buiten te vertellen. Nog één grapje, wat een vriend van mij, of geen grapje, een echt gebeurd belevenis van een vriend van mij, mm -hmm. die twintig jaar geleden, denk ik, stond te wachten op een bus in de, in de Bijlmer, zoals het toen nog heette. En het was koud, het regende en, en bij hem stond een groepje Surinamers. En ze stonden allemaal in grote regio's, te zitten tot die bus kwam. En toen hoort nu opeens, een van de Surinamers tegen de ander zeggen, wij willen windvrije wachthokjes. Waarop die kerels allemaal hard begonnen te lachen. En mijn vriend kwam helemaal opgewonden bij mij thuis om dat te melden van eindelijk, eindelijk mogen we meelachen om een beetje zelfspot. Juist. Juist. Yeah. Uh, we zitten een beetje aan het einde van de tijd. Uh, dus, <laughs> Gelukkig maar. Uh, ik denk ja, dat, dat, dat het uh, een uh, 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 goed moment is om even uh, nou ja, dit af te, te sluiten. In ieder geval dank voor uw, uh, uw komst, uw aanwezigheid. Uh, we hebben denk ik een heel aantal ontwikkelingen besproken nou ja, over het verleden gehad. En uh, een beetje al vooruit gekeken naar nou, waar gaat het naartoe. Dus, uh... nou, het is buitengewoon ja. interessant omdat wij volgens mij ook. Uh, kijk, wanneer, U heeft ook een, heel veel over correctheid geschreven, al in de in de jaren negentig. Ja. En toen waren wij nog ukies. Hè? Dus wij kijken denk ik ook weer vanuit een vanuit meer vanuit die Amerikaanse invalshoek, ja. Nou ja, als je het zo wilt noemen. Ja, dat kan en, en het andere. was wat dat betreft ons ook buiten interessant voor ons om die uh, gezichtspunten met elkaar te confronteren. Dus dat ja. vind ik ook heel, erg, vind ik heel interessant aan uh, dit gesprek. Ook. Ja, ja. Goed. Nou, Dank voor de ja. komst, meneer Vuisje. Dank je wel. En tot zover deze aflevering van uh, Café Weld. dank weer voor het kijken en uh, tot een volgende keer.